Het project Intrafamiliaal Geweld is eigenlijk huiselijk geweld bij allochtone gezinnen. Dus dat project is eigenlijk gestart op 2 augustus. Met deze project willen we eigenlijk de situatie binnen de allochtone gezinnen meer naar buiten brengen. Om ook eigenlijk dat onderwerp, moeilijk onderwerp rond intrafamiliaal geweld ook bespreekbaar te maken. Dat is eigenlijk echt om de slachtoffers eigenlijk naar buiten te laten komen. Om hun verhaal te kunnen doen en niet op hun eigen zitten. Dus als ze inderdaad, en dat moet niet echt over geweld gaan, hè. Maar ook bijvoorbeeld als een vrouw niet makkelijk kan praten met haar echtgenoot, of een echtgenoot die niet makkelijk kan praten met zijn echtgenote, dat ze eigenlijk, ja, het is eigenlijk een stuk begeleiding. Van hoe communiceer ik met mijn partner? Hoe praat ik met mijn partner? Hoe kan ik de problemen overbrengen bij mijn partner? Dus dat is eigenlijk de bedoeling, communiceren. Voor de mensen die komen naar hier, naar jullie, doen jullie eerst bemiddeling tussen vrouw en mannen of ja. Werkt ze? Dus de eerste stap? Ja, de eerste stap is eigenlijk luisteren naar de slachtoffers, ofwel man, vrouw. En dan vragen wij ook van, is het mogelijk om uw partner te spreken? Ofwel, soms doe ik dat ook eerst met de vrouw en dan met de man. En soms doe ik dat van het eerste gesprek, dus met de slachtoffer zelf die naar mij toestapt. En daarna op de vraag of op mijn vraag naar slachtoffer toe, of dat ik de echtgenoot of de echtgenote mag hiervan op de hoogte brengen voor een bemiddelingsgesprek. Ja. En ik heb een beetje een vraag over een paar mannen die denken dat jullie, ja, dit is gewoon over jullie imago, dat jullie helpen vrouwen om te gaan scheiden. En dat is tegen de Marokkaanse cultuur en de islam. Wat zeggen jullie over zoiets? Dat is zeker niet dat wij mannen of vrouwen aanmoedigen om te scheiden of weg te gaan van hun mannen. Integendeel. Wij proberen echt via bemiddelingsgesprekken toch te onderhandelen eigenlijk tussen de partners. Wij raden zeker niet aan om uiteen te gaan. Wij raden zeker niet aan om een echtscheidingsprocedure te starten. Ik heb ook heel veel vrouwen die naar mij toekomen, gewoon om voor een luisterend oor, om hun verhaal toch naar buiten te brengen. En misschien voor raad of tip, hoe dat ze dat beter kan aanpakken. Ik heb een previewvraag voor u. Ben je getrouwd? Ik ben gelukkig getrouwd. Proficiat. Mijn vraag is, hoe ga je reageren als jouw man, ja, gebruikt zich geweld tegen jou of het jou geslagen of zoiets? Hoe ga je reageren? Dat is echt een heel goede vraag, maar ik denk dat we dat moeten gewoon voorkomen. Hè? En dat zijn ook eigenlijk de afspraken die je maakt met elkaar van in het begin van jullie relatie. En zeggen van, zie, we moeten open zijn met elkaar, we mogen aan elkaar alles vertellen. En proberen, ja, overeen te komen en niet constant ruzie, discussies te hebben eigenlijk. Hajar Sihia, wat is jouw advies? Wat kan je zeggen voor de mensen die hebben problemen thuis of ja, met vrouw of met kinderen? Wat is jouw boodschap in iedereen? Mijn boodschap is om de mensen echt aan te moedigen om toch te stappen naar de hulpverlening. Dus durven ze niet naar de politie stappen? Ik raad ze echt aan om toch te informeren bij ons. Dus bij VOMVZW, Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims, in de Montinistraat 34-2018 Antwerpen. Of telefonisch 03-272-3507. Oké, Hajar, bedankt. En tot volgende.